Yep. As you look at his dinner, it's nice lot. Hij is zo druk bezig geworden. Ik zeg, onze huisblogger is binnen. Zo'n lichaampje met fascia is altijd mooi om te zien. Dat is vaker over gehad hier. Dus vreemd worden ze dat weg bij de, met het ontleden van het lichaam. Maar dat zou toch wel gewoonheid zijn. Dit een goedje in ons hele lijf. Oké, gaan we de ogen dicht zitten. Gaan we dit doen. Eigenlijk, en we hadden het er zaterdag al over, al langer, maar ik wil jullie nog iets bewuster van maken. Doe eens een aantal keer zo deze beweging en deze beweging. Ik doe iets en dan ben ik helemaal slap en dan komt het weer. Of als ik helemaal slap naar de andere kant. Maar het is eigenlijk continu een bepaalde inspanning is er. Dus voel dat nog eens als je het doet. Kom maar bij je uit om. Ik zet het niet vast daarin, maar ik voel dat er een bepaalde mate van opgebouwde spanning is. En die is opgebouwd om te benutten. En laat het niet los. Voel je dat gevoel? De spanning die je opbouwt en opdraait, moet zijn. Als je opdraait en laat los, dan vind je dit automatisch terug. Dat is de keuze. Maar niet automatisch. Als ik terugkeer, heb ik nog steeds die Tensegrity in mijn lichaam. We gaan het wel verder opbouwen, maar ik hoop dat je het nu al een beetje kan voelen. Ik wacht dat je dat de hele tijd erin houdt. Dat helpt je straks. Kom maar bij je daarover. Gaan we? Ich, mi, san, chi, ho, ro, chich, hash, mi, mi, san, chi, ho, ro, chich, hash, ich, mi, san, chi, ho, ro, chich, hash, mi. Ni, sam, shi, go, ro, shich, hach, ich, ni, sam, shi, go, ro, shich, hach, ni, sam, shi, go, ro, shich, hach, ich, ni, sam, shi, go, ro, shich, hach, ni, sam, shi, go, ro. Ik moet zeggen, bij sommigen zie ik echt te veel inspanning. Ik doe een beetje zeer aan mijn ogen. Ik weet zelf gewend, maar doe het niet. Doe niet dit. Ich, dat is echt niet wat ik bedoel. Maar het staat er heel veel lokale druk op het systeem. Dus echt, het is heel ontspannen. Kijk eens naar mijn beweging. Ich, ni, san, shi, go, rock, shich, hach. Of ich, ni, san, shi. Het doet gewoon al pijn in mijn gewricht als ik zo beweeg. En ik zie dat ook, maar misschien ben je het gewend, maar doe het niet alsjeblieft. Ja, dus nog een keer. Ich, ni, san, shi, go, ro, shich, hach, ni, san, shi, go, ro, shich, hach. Ich, ni, san, shi, go, ro, shich, hach, ni, san, shi. Go, rock,
6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4,
Ga eens proberen met de rol zitten en staan. Maar laat je botten niet alle kanten op springen, houd het bij elkaar. Dus een vat door een zacht omhulsel. Hoe ziet het eruit? Zie je het verschil? Ja, het is obvious, hè, natuurlijk. Je ogen staan erop getraind. En toch zag ik een aantal. Zo naar voren. Niet doen. Het is verdeeld over het hele systeem. Ga niet iets onder druk zetten, zoals je buikspieren of zo. Ja, gewoon het hele systeem doet er dus nog een keer in. Die zelfontspannen activiteit is overal. Verschil wat er gebeurt. Het gebeurt als je dit doet. Je blijft te lang achterhangen. Dus doe het. Vanzelf gaat het van dit. En nu komt hij weer terug. Ik doe niks. In plaats van iets. Het is een hele. Het is echt zoals een pendulum, zo heel ontspannen. Het is een sommel. In de basis wordt als uitgelegd, ik kijk ook weer 2 meter voor je. Dus het gaat vanzelf als ik omhoog kom. Ik kom terug. Ik kijk vanzelf ongeveer 2 meter voor je, je extensie. Ja, met opstaan. Dus wat je nu vanzelf ziet, is dat je van het moment wel rustiger is. Dat is aan het eind van je beweging. Niemand die sprong gelijk weg van zijn plek en zal ook niet heel geconcentreerd om in de kie zijn. Het gaat vanzelf, je komt steeds beter in een goede, steeds in een betere staat. Oké, we gaan nu met vallen. Ik noem eerst al deze. We lopen naar elkaar toe, handen tegen elkaar. En dan rollen. Naar elkaar toe, handen. Als je bounce, ga je hier kant op. En zien, bounce. Yes. Slap naar achter, je dranken stijl. En je raakt zo achter de grond aan. En dan op een bepaald moment draai je om en dan ga je die rol maken daar naartoe. Ik zie je ontspannen en slap. 1, 2 en dan. En dan val. 1, 2, voorover. En dan zijn we val.
Maar je gaat heel schuin, je gaat heel bibbelen, dus let even op in een stukje dat je niet tegen elkaar gaat. Yes. Zegt alle fysieke botten vast staat aan elkaar. Ja, ze zijn niet in de beweging. Ze zijn beweging. Ja, je kan gewoon niet bewegen. Het zal breken als er kracht op komt, maar je kan gewoon niet bewegen. Dus je bent een boom, zeg maar. Zoiets. Je beweegt wel. Maar als het tegenaan komt, groeit. Maar dus het is niet zo. Dus, en, je denkt al snel hè, dat je dit bijvoorbeeld je arm is en dat het allemaal aan elkaar zit, maar het zijn allemaal losse botjes die hier hangen, die omgeven zijn. Het zit natuurlijk niet los, hè. Bijvoorbeeld de kop van een bot zit in een andere bot, zo bij je heup bijvoorbeeld, of bij je schouders, ja. Knieën, die grote gewrichten. Maar er zitten natuurlijk allemaal dingen omheen, pezen, spieren. Het is echt interessant, een tijdje geleden. Ik heb een hele goede video daarvan gedeeld op onze Facebookpagina. En echt inhoudelijk liet ze dan elke laag zien hoe het opgebouwd was. Dus ook gedeelte van het lichaam, maar eigenlijk de belangrijkste gewrichten, hoe die van binnen opgebouwd zijn. En dan kon je ook precies zien welke spieren waar ze aan het trainen zijn. Dus niet die grote aan de buitenkant, maar juist die hele, vooral hier in je heup zitten allerlei hele kleine spieren binnen in die gewrichten. Die wil je eigenlijk ontwikkelen. Oké, dus dat zit daarin. En dan zit alles nog in zo'n zak. In fascia. Pieter nog zo'n mooie plaatje zien ook. Een blog van jou ziet ook mooi. En je ziet zelfs het plaatje van de fascia liggen. Van een mens die ontleed is. En dat is heel belangrijk om dat goed te beseffen. Want bijvoorbeeld als je staat, ga staan als je wilt. Je botten, je structuur van je botten, die is nu op een bepaalde houding. Je zit nu door je hele lichaam. En eigenlijk wil je dat helemaal ontspannen. Maar we hebben wel sadhana, denk ik nog tijdens seminar ook. Wel vaak van als het echt helemaal slap is, dan zal alles stoppen, zeg maar. Zet het maar in gang. Je hoeft niet te vallen, maar je voelt er gelijk. En dan gaat hij. Toevallig. Dus met Pieter ergens in zo'n souvenirshop en dan stonden van die poppetjes waar ik het dan over heb. Indrukken en dan gaan ze zo met elastiekje erin. Zo voelt het ook, maar dat is misschien al lastig om te doen, dat alles in één keer weg is. In al je gewrichten, doe maar. In al je gewrichten, dus niet een paar zeg maar gewoon je hele lichaam. Okay. Dus dan zie je een klein beetje hoe los de bot hangen, zeg maar. Dat is echt één hoopje bot wat zo bij elkaar wordt gehaald, alleen op de huid zo'n beetje. En dat het niet los gaat, want als dat ding was, viel het gewoon los zo. Dus het zit er nog in een andere zak van huid. Maar structuur heb je nodig en dat legt Piet wel mooi uit van hoe doe je arm eens naar voren in je structuur, dan is het zo ver opzij. Vroeger deed dat ook, hè, met, weet je nog, kies maar wat meer ruimte hoor, dan het scheelt.
of opzij of naar achter. Vroeger deden we dat met extra kier, weet je nog? Dat ik de Maai liet voelen. Ja, dat wordt zo vaak gedaan. Dus hier, dit is mijn structuur. Hier kan ik komen, tot hier. Tot hier, boven. Zo naar beneden, tot de grond. Hier. Voor, als je zou draaien, dat is mijn Maai. Dus heel simpel is het ook van als bijvoorbeeld als je voor me staat. Ja, dus je staat gewoon normaal voor me. Als ik nu zo doe, dan kom ik er niet bij. Nu zitten onze cirkels een beetje tegen elkaar. Dus als ik zo doe en jij de kant uitzijde, dan zijn we hier. Als ik nu hier kom, dan ben ik in de cirkel. Dan kan ik zeg maar aan je neus komen. Ja, dus, maar zou ik zo kunnen denken of zo. En hier is nu allemaal lachen natuurlijk. Ja? Maar in martial, op een martial manier is dat gevaar, zeg maar. Dus je komt in mijn reach. In persoonlijke manier is het van, als je iemand niet kent, is dit nog wel oké. Maar hier is het wel, nou ja, wel alert zijn, wat is dat? En hier is meer van echt als je iemand gewoon goed kent, zeg maar. En dan zit je in deze ruimte. Dus dat is je Maai. En om dat oefening te doen, in deze sensei vroeger al, je staat hier. Je houdt je arm ontspannen, maar extended. En die druk verandert hier niet. Nou loop je naar me toe. En loop gewoon naar voren. Iets. En ik hou dit hetzelfde. Oké, dan stop je. En terug. Niet inklappen je structuur. Ontspannen houden. Niet tegen me duwen. Ontspannen. Yes. Nou, zonde. Kom je naar me toe lopen. Nou, hetzelfde gevoel van diezelfde afstand. Yes. Dus stop. En terug. Stop je weer. Yes. Ja, en die oefening doen we eventjes. Yes. Oké, heel goed. Ik ga nu weer staan. Dus voel dan met mijn Maai. Als het goed is, heb je dat al ontwikkeld. En zeker hoe verder voordat je bent, zou dat heel goed moeten zijn. En moet je echt super. Ja, die mindfulness moet je al hebben om je heen. Van waar is de afstand? Doe nog eens je handen zo naar voren. Voel nu eens je botstructuur. Die is gewoon oké, nog als je zo staat. Weet je? Dan ga nu eens verder. Nou, verander iets in je lichaam. Je botstructuur die heeft een probleem, dus alles eromheen gaat nu werken. Spieren, pezen, alles is nu bezig en je voelt iets in je lichaam, op verschillende plekken misschien. Dus het is nu echt zo'n alert, zeg maar. Niet communiceren, maar het is eigenlijk geen oplossing. Je kan gewoon beter binnen je grenzen blijven. Dus als je gewoon teruggaat, dit is mijn structuur. Mijn structuur kan dit aan. Dieter Kelly zei dat van, ontdek je eigen universum. Dit is mijn universum. Ik ga niet hier over mijn grenzen. Dat hoeft voor mij niet. Ik ga niet mijn structuur opgeven. Ik heb mijn eigen structuur en die is in orde. Ja, en ik wil niet dat alles actief gaat worden in mijn lichaam. Dus je ziet wel eens met een techniek bijvoorbeeld van bijvoorbeeld dit en hier. Ik ben gewoon echt buiten mijn reach en dan probeer ik nog wat te doen. Maar dat ga ik niet doen. Ik blijf gewoon binnen mijn grenzen van mijn structuur. Zodat mijn structuur in orde blijft. En hier is die in orde, hier is die in orde. Ik laat me eigenlijk nooit verleiden om naar buiten te gaan. Ook niet als Oeke. Bijvoorbeeld als ik Oeke ben, ik kom naar jou toe. Soms is dit. Dit is echt buiten mijn structuur. Ik voel het hier en hier. Ik hou mijn structuur. Ik hou mijn structuur, ik hou mijn structuur. En hier ook. Dit ga ik niet doen. Ik voel het hier. Hier trekt het echt duidelijk in mijn gewricht en hier. En misschien ben je het gewend of gaat het zo snel dat je het niet echt door hebt. Maar laat het niet gebeuren. Je houdt je structuur. Je gaat niet zorgen dat jezelf iemand terechtkomt. Ja, dus laten we gewoon eens proberen het kruisteen met zijn kopje naar. Yes. Ja, mooi. Oké.
En dan kan je best wel kijken naar je botten, want dat is echt wel een duidelijke structuur ding. Ik zit wel meer bij, maar kijk, dit is oké, dit is niet oké. Dit is niet oké. Dit is niet oké. Dat is wel goed van. En dus je hebt nu gevoeld, ik zat even te kijken, maar volgens mij voelde je best wel goed hoe het ging. Het zag goed uit bij iedereen. Voelde iemand nog dat hij over zijn grenzen bleef gaan? Ietsje. Niet doen, hè? Zelfs nu, zelfs de opdrachten blijven die niet in grenzen, maar het zag er toch wel goed uit, hè, met iedereen, maar ja, wie moet het anders bij jou in de gaten houden, als je het zelf niet doet? De tijd laat wel zien wat er gebeurt, die laat gewoon uitslijten en dan zeg je van, ja, sorry, je nieuwe week voor wat. Ga mee snijden of wat ik wel. Of krijg je last ervan? Ik voel me iets te voorzichtig, maar misschien dat juist goed is om in de grenzen te blijven. Ik denk, die grenzen zoeken. Oh ja. Daar is nu een beetje van, misschien ben ik iets te veel op de grenzen. Dat is misschien de andere kant, dat doe je een beetje te veel. Ja. Dus dan ga je weer een beetje zo bovenop zitten. Ja. Maar dan komen we eigenlijk wel mooi op het volgende punt. Je hebt de structuur, dus ga er maar staan als je wilt. Die hebben we nu goed opgebouwd. We weten de structuur, we weten de grenzen en die behouden we ook als Ukemi. Maar wat heb je nodig naast de structuur, naast de botten, om dit intact te houden? Naast de botten die zo staan, wat is er nu nodig om dit intact te houden? Movable mind. Movable mind. Ja, op dat gebied zitten, maar misschien is nog een ander woord dat makkelijker is. Kom erbij, ja. Balans. Balans. Is ook een gevolg daarvan, ja. Flexibiliteit, maar ook compactheid. Allemaal in dat gebied. Doe nog eens dit, zeg maar, doe eens in één keer, zodat alles los is. Goed zo, ja, dat. Wat liet je nu los? Spieren. Een bepaalde mate van spanning. Je laat die spanning laat je los, daardoor kan dat gebeuren. Voel maar, die spanning gaat weg. Dus er is een bepaalde spanning in je structuur, die geef je op en dan opeens gaan die botten zo. Je zou ki kunnen zeggen, slap eruit kunnen halen. Eigenlijk zijn het allemaal woorden die we al 1000 jaar gebruiken, maar ik dan zeg maar 10 jaren. Ja, maar gewoon spanning. Dus niet spanning van er is een bepaalde mate van inspanning. Er is een bepaalde mate van activiteit. En daarmee hou je het bij elkaar. Dus je hebt structuur en je hebt een activiteit. Ja, dus helemaal plat geslagen. En uiteindelijk in movable mind is ook een activiteit. Flexibiliteit is ook een activiteit. Zou je kunnen zeggen, eigenlijk is dat een eigenschap meer, maar echt naar die bepaalde mate van activiteit die er is om die structuur te houden. Waarom zeg ik dat? Ik creëer het in mijn systeem. Ik heb deze houding van structuur en een bepaalde activiteit, dus die hou ik ook de hele tijd erin. Diezelfde tijd is die activiteit, die blijft in mijn lichaam. Als ik die loslaat, op een bepaald moment, dus ik heb een activiteit, dus ik laat hem los. Je kan het beter voelen, maar je voelt gewoon meteen, er is gewoon niks meer. Dus eigenlijk is het opgegeven en je kan het zo overnemen. Bijvoorbeeld, Tens, ik val jou eens aan. Voel je eens uit als je wilt. Hetzelfde, dus je moet thuis niks aan en jij voelt het maar. Je voelt wat en hier is het weg. En nu komt het terug. Voel je het? Dus dit is precies, er is een activiteit.
Je kan nog zeggen, nou, dat zou misschien minder activiteit kunnen zijn of wat, maar was er. En dan stopt het hier. En dat is echt het moment waar brand net bij mij ook wegliep. Dus je moet iets ontspannen, maar ga continu die activiteit erin. Dus je houdt activiteit, Yes. Goed? Ja. Heb je er wel zo zien bewegen? Zo in de techniek? Ja. Goed hè, meteen. Dit is echt meteen je level als van echt meteen een heel stuk over. En wat voelde je zelf als je het zou doen? Ja, je kon het nu niet overnemen. Nee. Ja. Ja, precies. Dat is echt een heel duidelijk ding wat gezond is. Ja. Echt de mate van ook het uitvoeren hoe de kimisubi was, al die gevolgen, die waren gewoon supergoed. Voor mij voelde het heel zacht ontspannen, maar ook duidelijk. Ja. Dus van het weekend kwam ik zo uit op deze test, als je het zo hoort. Langs rond, ik pak mijn hand kruis en spast en je loopt echt gewoon daar naartoe. Nou heb ik mijn structuur, maar ik doe geen activiteit erbij. Dus je pakt hem en je loopt door daar naartoe. Dus je hoopt, daar gaat mijn structuur. Als je kijkt naar mijn skelet, staat nu wel goed. Ik denk, nou, staat wel lekker. Hij pakt hem vast, daar loopt door. En dan gaat hij, daar gaat mijn skelet. Er zit gewoon geen enkele activiteit tussen. En dat is dat moment wat dan optreedt, wat je net voelde. Nu hou ik die Tensegrity, hou ik die activiteit en ik hou mijn structuur. Dus hij loopt door, ik doe niks, maar ik hou mijn activiteit in mijn lichaam hier. Ja? Dus nog een keer, loop gewoon echt door, niet wachten. Yes. Dus je loopt door. Ik hou alles hier bij elkaar. Yes. Yes. En dan zou ik dat gewoon doorgaan en ook mee nemen. Yes. Ik? Nu ligt het vast, zeg maar. Ja. Yes. Ik hou hier alles bij elkaar, dan krijg je vanzelf dit. Nou, eigenlijk die techniek is vanzelf al. Gebeurt zonder dat ik iets deed, dat je eigenlijk gewoon die techniek. Dus nog een keer zonder activiteit. En hop, dan neem ik mijn structuur mee. En ik hou alles bij elkaar. Vroeger zou je kunnen zeggen, zo'n key one point of tanden of whatever, maar voel echt dat je hele lichaam actief is. Alles is actief en dat blijft actief. Als je komt, bied aan, blijft gewoon allemaal bij elkaar. Alles blijft aan elkaar verbonden. Ik ga niet meer inzetten. Maar ik ga het ook niet opgeven, ik blijf gewoon steeds in diezelfde staan. Ja, probeer het eens. Maak de stijl. Ja, ja. Thank you.
Ik zag toen, ik weet niet, een jaar of langer geleden, zag ik dat filmpje met die modelletjes van, je hebt dat filmpje er ook in gezet, met die houten stokjes met die elastiekjes ertussen. Weet je, toen zit nog in de les om uit te leggen, als je het nooit gezien hebt, misschien wel dingen om te bevatten. Ik dacht nog, ze moeten zo'n modelletje halen, volgens mij kost dat best wel veel. Maar je ziet dus al die stokjes loshangen met allemaal elastiekjes, en als je dus één stokje beweegt, beweegt alles een beetje. Dat zijn je botten. Ik zou het gewoon niet lekker vinden en denk ook vanuit zo dat hij ook dat één bot heel erg hard gaat bewegen, dan staat de hele structuur echt enorm onder druk. Dus als je dat helemaal laat gebeuren, is niet zo fijn. Maar ook niet dat je één botje weggeeft en loopt iemand mee weg. Dus dan ja, wat je net voelde. Dus uiteindelijk ben ik een heel verhaal eromheen, maar het gaat om een gevoel. Dus ik ben wel benieuwd. Want ik hoorde van hey. Wat voor gevoel was dat net? Wat voor gevoel had je dat je net deed? Dus eerst van dat wel structuur, maar geen inspanning erbij. En daarna structuur en inspanning bij elkaar. Wat voor gevoel leverde dat op? Ja, een bepaalde mate toch wel van spanning in de schouder, maar meer dat het gewoon niet verder beweegt. Dus dan voor mezelf betekent dat ik wel over mijn grenzen ga, dat ik te veel geef waarschijnlijk. Ik hou het niet tegen, maar dat is eigenlijk gewoon uit. Het is zin, gaan staan, Michel. Dus met Tensegrity, zeg maar, met een inspanning. Dus ja, ik voel dat niet meer. Hier komt heel veel spanning. Dus verdeel het over je lichaam. Laat het niet lokaal ontstaan, want nu laat je zelf één stukje onder druk komen. Ja. Maar verdeel het over alle elastiekjes, over alle plekken tussen botten. Fascia. Verdelen. Yes. Oké? Okay. Ja. Hoe was dat gevoel dan? Ja, dat was anders. Zonder geluid erbij. Dat had ik nu wel. Wat voor gevoel was dat als je het beschrijft? Meer ontspanning, meer binnen de grens ook. Die spanning die bouwt niet zo op, die bouwt niet zo ver gaan. Dus het hangt en los op of zo. Voel je dat met dat, zeg maar, de armstructuur? Ik sta gewoon als geheel hier zo in. Ik vond het een mooi verschil te voelen. Als ik hier naar beneden gestuurd van achter, eigenlijk fysiek niet hetzelfde, maar je houdt twee keer met jullie hetzelfde verschil. En dan, de kunst is om dat dus op te roepen tijdens een techniek. Zo ga je begint, je bouwt het op en het blijft het erin de hele tijd. Waarschijnlijk ook om het van het begin af aan te hebben, want ik merkte dus in het begin dat het toch even eruit was en moest corrigeren. Exact. Het is al voordat hij je aanraakt. Ja. Ja. Dat is wel een goeie. Dus het is dus eigenlijk ook, je kan, als je nu zit, kan je het ook voelen. Het is een soort inspanning, maar eigenlijk bijna zonder inspanning. Dus ik weet niet of je het fascia kan inspannen, want het is geen spier. Maar het voelt bijna zo. Alsof dat. Dit is een andere les, ik heb ook al een tijd geleden dat soort krimpen, dat soort shrink wrap van je, weet je nog, dat je dat zo eromheen deed. Je voelt gewoon, trek net even samen. En misschien is dat wel fascia wat je aan het trainen bent. Net alles wordt gewoon een beetje zo, net alsof het een soort steunkous is, zeg maar, over je lichaam. Bij wijze van spreken, en dat heel klein. En als je dat doet, je deed het nu ook, hè, en als je dat van tevoren al doet, dan is alles meer bij elkaar. Dan is die inspanning er al. Ja, ik kon echt veel meer eenheid ervaren, dus dat ik bewustzijn had op alle plekken van mijn lichaam. En ook dat mijn haargebied actiever werd. Ja, top. Dan was het wel gaaf eigenlijk. Haren, weet je nog, die bal naar links en naar rechts laten bewegen en naar voor en naar achter. Dus dat zou nog actiever zijn, maar dit is al een begin, er is een activiteit hier. Die eenheid. Laatst las ik iets over fascia, dat wist ik niet. Dat
Ik weet niet of het zo is, maar zo beschreven ze het. Het is een soort glasvezelkabel over je hele lichaam, waar eigenlijk bewustzijn doorheen gaat. Dus als je dat activeert en je ervaart dat, dan is het gewoon heel veel bewustzijn. Dan heb je al snel zo'n eenheidservaring. Ik gebruik die ook echt als metafoor en dan werkt het ook krachtig op een manier. Gaaf, ja. Imagination, ja. Voorstellen. Krachtig om het te delen. Jullie ervaringen, wat waren jullie dat aan delen? Ja, ik bedoel, zoals ik inderdaad zei, die imaginary. Wat ik zelf ervaren was, moet je hand weer geven. Als je enigszins twijfelt in je hand gewoon helemaal overgeven, dan bouw ik kracht op. Ah, ja. Maar uiteindelijk voel je eigenlijk niks. Er gebeurt al wat met je arm, maar je staat gewoon in. Probeer vooral niets. Daar ja, is het. Echt het geven, hè? Dat die ander wil hem, dan geef je hem. Toch? Ja. Want wat merk je de eerste keer? Wat deed je met je arm? Hij krijgt niets. En dan gaat hij ook gewoon iemand dragen aan de grond. Ja. En die tweede, want dat deden we samen. Wat voelde ik toen in je arm? Wat voelde jij in je arm? Keer was je arm heel hard, weet je nog? Voel je echt die harde spierspanning en toen ging je die spanning minder maken en toen kreeg je precies wat je net zei. Perfect. Maar dat was dus niet de handgeven in het begin. Het was gewoon een hard maken en dus het is een goede dat echt geven ook aan die ander, maar wel je integriteit houden van alles. Dus als je iets doet, iets, niet, san, shi, hoe ontspannen het ook is, er is een activiteit. Je voelt, als je nog gewend bent aan extend key, zeg maar, dan is dat het gevoel. Ja, doe je armen zo naar voren, gewoon alleen maar zo de lucht laten hangen. Hangt die gewoon in de lucht. Maar voel nou eens bijvoorbeeld dat je daar naartoe wil laten stromen. Ja. Het is bijna niks wat je verandert, maar opeens voel je zo'n stroom daar naartoe gaan. Dus je bent iets aan het veranderen, die inspanning verandert, zeg maar. Dat kan je in je hele lichaam doen. Als je daarmee gaat spelen, dus dat wordt echt leuk als je bijvoorbeeld, je pakt je zo vast. Dus ik zit hier als hoofd en ik zit het in. Dus dat hebben we ook fijner gedaan. Dat is alleen maar het gevoel. Dus ik ben hier, over alles en ik sluit alles. Alleen maar voorstellen dat gebeurt, zeg maar. Ik open alles en ik sluit alles. Je kan het ook fysiek doen, hè, want dat alles doen. En dat gebeurt ook wel. Ja, alles stort in, dit stort in, dit stort in. Het draait dicht, hier draait het dicht. Maar het gevoel van... Als ik het los zou laten, zou het zo zijn. Dan kan het bijna niet meer sluiten. Het is dat je het naartoe liet. En je voelde dat ik even weg was. Dus ik open, ik laat even weg. En dan gaat het niet meer lukken. Dus je bent steeds echt aan het spelen met die inspanning. Ja, dus die twee bij elkaar. Misschien is het leuk om nog eens met deze te doen. Dus dan krijg je mee zijn richting. Open alles en sluit alles. Niet alleen één arm, maar gewoon voelen alles open en alles sluit. Dus die spanning in het lichaam, waarmee de structuur ook een beetje volgt, ga je op de juiste manier inzetten. Dus komt die open, sluit. Dat hoeft daar niet, hè, maar dan de lach, hè. Open. Yes.
Soms zie je nog een beetje dat van de ander probeert te bewegen, maar jouw universum beweegt, jouw structuur. Als je zo hard op die ander begint te drukken, is dat klaar. Dus beweeg je eigen universum open en sluit. Het is niet om die ander iets aan te doen, maar jij met je eigen universum. Dus je wist met een andere partner en niet de ander bewegen en niet werpen, alleen je universum bewegen. Jouw ruimte. Je hebt niet genoeg
inspanning hier om dit bij elkaar te houden. Ik heb zeg maar iets losgelaten om het daar te krijgen. Je merkt ook dat er verandering, maar vaak mensen gedaan. Oké, je eigen universum is behoorlijk goed voor elkaar. Maar nu, je doet misschien niet tegen die ander, maar die ander is wel nodig. Die kracht van die ander moet in jou komen. Die moet in jou zijn. En die heb je nodig. Zolang die blijft sturen, kan het doorgaan. He, dus als jij naar me toe komt, jij zendt energie en komt binnen in mijn structuur. In mijn universum. En dan gaat mijn universum bewegen. Ik kan maar zo snel bewegen als dat hij energie geeft. He, dus als je bijvoorbeeld hij komt daar, dan geeft me dit en wij doen dit. Dat kan niet. Je voelt het ook meteen. Ja, het gat is er dan. En dan maak ik het heel snel terug, zeg maar. Ja. Dus, tenminste, dat ik het heel slecht zou moeten openen. Ja. Maar dat krijg je dan. Ik kan niet sneller gaan dan de ander. Die blijft me steeds voeden. Dat is die aantrekkingskracht die ik wil. Ik wil dat hij eigenlijk op mij gaat leunen. Ik heb die houvast nodig. Hij is tegen mij aan het duwen. En dat laat ik toe. Ik laat dat toe. Ik heb veel dingen te doen en ik wil van mijn eigen universum. Het is niet zo van, oh dat moet je aangenomen, ik ga maar gewoon vooruit en onmogelijk lukt het zo. Nee, maar je hoeft niet meteen zo anders te doen, maar gewoon hetzelfde blijven doen. Nou lijkt het bijna hetzelfde, maar dit is echt heel erg anders. Misschien zie je dat, ik zag wel het gezicht te bewegen. Niet doen, niet van weglopen. Ik wil juist als hij komt, dan voelt hij een hele structuur. Hij zit achter me, dus achter hem gewoon voorbij laten lopen, want hij wil niet eens naar me toe. En ik voel dat je heel hard bent, dus echt contact maken naar mijn structuur. Dat heb ik nodig, want dat wil ik wel houden. En dan breng ik mijn eigen universum. Maar dat mag gewoon toe. Ben er maar aan. Welke techniek je ook doet, als je Munatsuki doet, niet van, oh, ik ga weg en denk je, wow, ik ga zo terug hier naartoe. Kom maar binnen met je energie, dat wil ik. Voelen, hier, ah, structuur, ah. En wat je ook nog wel ziet, is dat mensen stoppen met aanvallen. Dus dan krijg je dit, ik kom naar jou toe, Katatekosadori, en jij doet kokyunage. En dat is al het begin, dus je laat het eerst toe, die wil je al weg, hè? Dus laat het binnenkomen. Yes, en die stuk, dat gebruik je, draai je in het dan zie je hier, en dan stopt iemand met aanvallen. Zie je, vanzelf stopt hij. En wat gaat dan de ander doen meestal? Ik moet de techniek afmaken, dus dan ga je zo. Ik blijf gewoon geven. Ik blijf gewoon de bedoeling zodat hij in Inryoku kan voelen. Ik wil wel spelen, maar eigenlijk niet. Zo. Ik wil echt graag spelen. Dus ik maak echt omdat ik jou niet is. En dat blijf het geven, waardoor hij. En dan ging ik een klein beetje poseren. Dus oftewel de ontspanning in je structuur op lokale plekken, blijf ontspannen. Beweeg je eigen universum. Ik geef je energie. Ik ga naar naartoe. Yes. Gebruik dat. Zo, ja. Je moet nog een beetje, zoals Bram zei, veel opletten. En dan word je steeds vrijer. Jij komt binnen. Wil ik wel, kom maar. Ja. Laat het binnenkomen in een rokje. En dan je eigen universum bereiken. Wil jij mijn universum? Yeah.
Een beetje te puzzelen met die arm, over het algemeen. Ik zie toch nog wel dat die snel omhoog wordt getrokken en dat het dan weer terugkomt. Als je snel omhoog trekt en het is weg, dan loopt die ander zo ermee weg. Eigenlijk, die ander beweegt jouw arm. Ja, die ander beweegt jouw arm. Die heeft, daarmee is een rokje ontstaan. Dus wat gebeurt als die ander tegen mijn arm duwt, wat zou ik dan doen? Precies, dus een rechte lijn van dit duwen ga ik mee roteren. Ga je beter doen dan zo. Dus ik ga hem eigenlijk gewoon roteren. Ja? Dus als je
Je ziet ook wel dat soms de arm een beetje kort is. En ik heb zelf ook wel die neiging om mijn arm korter te houden, ontspannen. Maar het is wel goed om te roteren, zo om je middelvinger. Hè? Ook wel iets wat we heel lang weten, maar ook toch wel meer in het systeem krijgen. Dus als hij hier komt, ik roteer hem open en ik roteer hem door. Dan kan ik eigenlijk gewoon heel ontspannen en recht houden. In plaats van dat hij heel klein is, is hij naar omhoog en dan zit hij hier een beetje klein met mijn arm. Zolang ik maar toelaat dat zijn kracht naar me toe gaat, dan heb ik dus een rechte lijn en als ik er tegen ga roteren, dan krijg ik dat er iets gebeurt. En dat is nog een keer. Als je die middelvinger, is niet tegen hem, ik draai nog steeds mijn eigen universum. Het is verbonden aan alles, het open en dicht wat we in het begin deden, alleen iets meer extensie in de arm houden, dit gebeurt. Dat hij hier... En dan zetten we zo'n soort verlenging in de rotatie, toch? Ja, we kunnen nog meer gaan toevoegen en analyseren. Het zou goed zijn om van te voelen, dus zie je. Open en ik roteer om mijn middelvinger. Ontspannen om bij haar arm. En van binnen en roteer. Alles roteert. Open en roteer. Je voelt het vanzelf wel. Voordat jullie beginnen, roteer niet de ander, maar laat de ander tegen je aanduwen. En de rotatie is een gevolg daarvan. Niet zelf gaan roteren op een manier. Ja, dat is wel tussen. Je ziet, de haak is uitgedraaid.
Anders zit je toen in je weg gaat.
Ja. Hetzelfde principe. Shomenuchi, kokyunage. Kom maar over. Niet terug. Kijk maar zo.
Ja, dat is heel.
Ja, dan moet ik ook. Dan heb ik ook nog een gevoel dat je voor mijn derde telefoon. Of een sluitende is hoor. Als je daar nog een keer. Die geeft mij energie. Hij is ook even nage. Hij geeft mij energie continu.
Dus als ik zeg maar vanuit dit punt helemaal open draai en ik draai dicht, zal er iets gebeuren. En dan zie je dat hij me iets geeft, althans hij geeft zijn structuurgedeelte op, tot hier. Maar hij valt me niet echt aan. Dus nog een keer. Hij maakt contact met mij en dan voel ik iets in mijn voeten gebeuren en dat voel ik nu niet. Ik wil nog niet hoe het bij jou is, ja, dat moet ik al. Dus hij geeft energie aan mij, yes. Hij helpt mij om te oefenen, dat is Oeke. En als ik nu ga roteren, dan gebeurt er iets in zijn hele lichaam. En dit is nu minder gespannen, zeg maar. Het is gewoon heel relaxed. Je geeft mij energie. Ah, nou voel ik het. Inryoku, nog een geef het van, yes. En dan staat hij al nog een beetje wiebelen, maar al beter. Dus nog een keer, echt naar me toe. Vanuit de grond, door mij, naar de grond. Yes. Als ik nu ga roteren, dan kan dit gebeuren. Nu hou je het nog steeds tegen. Ja. Dus dat zou gebeuren als ik nu iets inzet, kan jij het niet ontvangen. Ja, ik zou dit, ja. Dus nog een keer. Dat houden, zachter, zachter, zachter. Maar echt in mij geven, naar mijn voeten. Nog meer, nog meer. Ah, nu kan ik het ontvangen, nu kan ik het loslaten. Nu kan ik het aan hem geven, want nu wil hij het ook echt. Als ik nu roteer, dan gebeurt er iets. En dat is niet makkelijk. Ik neem het met een aantal mensen, maar het is niet makkelijk om dat te doen. Ik geef jou energie. Zie je, naar je centrum. Naar je benen. Hoe is dat? En dat voelt je ook, voel je dat? Ja. Dus weghalen is het zo. Ja, het is subtiel. Dus ik geef dit zo naar je voet. Als jij nu je hand helemaal open draait om je middelvinger. En nu draait op die plek dicht. Ja? En zo ziet de oefening in mijn soldaat ook uit. Ja, variaties om het te laten zien. De eerste variatie die je deed is nog eens. Gedeeltelijk en ja. Echt de structuur is echt niet op de juiste manier. Tweede. Ik ga gewoon vechten tegen. Oh, ja. Wil je dat? Ja. Ik voel het wel, maar ik vecht er tegen. En het laatste is een beetje zo. Dus laat het binnenkomen. Geef je arm, want ik geef jou energie. Ontspan je arm, geef hem gewoon. Yes. En dan ga je draaien. Dan ging je zo. Nou, kijk wat ik doe. Dus hier, ik geef het echt aan jou. Ik geef het helemaal aan jou dat je mee kan werken en roteer ik op zijn plek. Ja? Hoe moet je hem ook doen? Ik denk dat het echt, dat is niet makkelijk, maar dat is Ukemi. En dat wil je geven aan de ander. En ja, vergeet wat ik nu zeg, dat gewoon echt heel kort, maar als je dit doet, hier, en je doet het niet, dan is het heel makkelijk iets doen, zeg maar, naar zijn hoofd. Moeten we daarna naartoe gaan? Ik denk het niet. Dus je bent ook kwetsbaar als je dat doet. Dus vergeet dat stukje van net. In ieder geval de goede, dus geef me energie. Ik geef me energie, dus ik kan overdraaien en yes. Ga niet zo verspannen van. Ontspannen erin. Je geeft me energie. Energie. Okay, ja, ja. Misschien is oefenen zo met z'n tweeën. Van de een leg je hand van op die ander. Draai hem helemaal open en draai hem dicht. En dan kan je zien of er verbinding is, waardoor het principe gaat werken. Dus je zoomt, je doet je armen helemaal ontspannen, maar die ander verbindt ook echt helemaal naar jou toe. Met zijn hele en met het hele lichaam. Ja, probeer het zo te zeggen. Ja, het einde is van de Ik kan het niet. 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 Ik kan het niet.
Wij komen op een fysieke rotatie regelen. Ja, gelijk met mij tegen. Dus als jij dat doet, dan zou jij iemand moeten halen. Maar dat je dan niet geen contact maakt. Ja. Voor mij. Gelijk is het nog. Mijn aanval is altijd meteen de winkel. Ik weet niet iemand dat meteen doet. Dat jij al niks in doet. Dit is je veiligheid, hier ga je luisteren wat er gebeurt. Ja, Ja, dat is wel heel stil. Ja, dat is wel heel stil.
Tegen alles in zich, zeg maar, aan van ontspanning. Ik heb het niet.
Oké, nu is shomenuchi irminage. Shomenuchi irminage, die we net deden. En dan met dit principe. Thank you.
Het enige wat je ook te doen, maar zeg maar.
En je staat wel in onbalans, zag je dat? Ja, ik zou gewoon in zoeken. Ja, dat komt door die licht van de leeftijd. Ja, daar is hij, Thank you.
Over.
Ja, 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 ja